Er komt nu gauw een onderzoek naar noodzaak en naar nut van het jongerencentrum nu, want straks is de gemeente blut. Er komen veel bezuinigingen, eerst al 5 miljoen en later nog een veelvoud, nou ik geef het je te doen. Gelukkig wordt er wel gekeken naar de WMO, rollators en de hulp in huis, die schrap je niet maar zo. Bij Bostion wordt kleurrijk weergegeven wat wij in stad en dorp zoal vandaag de dag beleven. Bij Bostion wordt kleurrijk weergegeven wat wij in stad en dorp zoal vandaag de dag beleven. De nieuwe raad lijkt heel eensgezind, benieuwd wat men er later echt van vindt. Onderzoek naar het jongerencentrum, onderzoek naar de WMO. Wat zullen ze vinden?